Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op maandag 23 september. Veel bewolking boven Nederland, en met name in het Noordoosten en Oosten valt nog enige tijd regen, maar vanuit het Zuidwesten wordt het geleidelijk aan wel droog. De temperatuur ligt vanochtend zo tussen de 15 en 16 graden, en er waait een matige Zuidwestenwind. Vanuit het Zuidwesten wordt het dus geleidelijk aan droog, maar in Groningen bijvoorbeeld kan het toch nog wel lang blijven regenen vanmiddag. De temperatuur loopt verder op en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. Vanavond en ook vannacht, dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanavond is het zo'n 16 graden, de minima liggen vannacht rond de 12 graden. Er kan ook wat mist ontstaan, met name in het noordoosten van het land. En morgen is het opnieuw wisselvallig, met vooral in de ochtend enkele buien in het westen van het land. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten ook toe en gaat het overal regenen. Het wordt dan zo'n 19 tot 21 graden bij een matige wind uit het zuiden of zuidoosten. En ook de dagen erna blijft het wisselvallig met vrijwel iedere dag kans op buien. Het kan ook enige tijd wat langer regenen en de zon heeft het vaak moeilijk. De temperatuur ligt tussen de 18 en 19 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne maandag.